Allô? Paul! Wat de hek is dat hier allemaal? Ik heb met een hond vermoord! Het was Kai! Van? Hey, rustig Peter! Sam, ga in de kabinet zitten en je blijft daar totdat ik het zeg! Vooruit! Deze eerste versie is in zijn ogen, hè? Het is oké, de rest slaapt. Is dat bloed? Sam heeft me een hond afgemaakt. Wat? Ja. Oh. Wat? Sam heeft ons gekussen. Geen gesmolten op kam heb ik gezegd, gast. Is dat nu zo moeilijk? Is de Peter buiten gevlogen en dan heeft ze ook een Sam gebeten. Goed bezig, hè? En jij kunt beter zwijgen, hè? Ik ben niet boos, oké? Maar ik wil wel weten wat er gebeurd is. Kun je me dat vertellen? Hey. Vorige zomer staat er een vrouw voor ons. Voor de kind en mij. Ze heeft een zoon, een pleegzoon. Ze wil dat hij bij ons op de scouts komt. We moeten er wel voorzichtig mee zijn, zegt ze. Het schijnt dat die kleine nogal een stevig verleden heeft. Wat voor verleden, dat mogen we niet weten. Hey. Ik heb hem niet vermoord. Zo komen we ook niet verder, Sam. Kijk, dat is maar een verzienselke. Je hebt Peter en ik verzonnen, maar het kan vooral een beetje spannender te maken. Tegen Chris, ik ben geen fucking psychiater. Ik ben een scout. Autisten en mannen dat dachten in geen uitzending moeten ze naar mijn dokter brengen of naar het zotte kop, maar niet naar de scouts. Ja. Ik neem duidelijk niet alleen de beslissing. Jij bestaat wel. Want in het bos in een boom. Jij hebt een dier vermoord! Voor plezier! Dat doe jij niet!